6 Pokémon Scarlet nog niet uitgespeeld. Ik werd uit mijn bed gebeld en ik moet dus naar het kantoor van de directeur. Blijkbaar zijn we alsnog niet klaar. Als jij blij bent dat we alsnog niet klaar zijn en ik nu met deze makkers hier naartoe word geroepen, doe duimpje omhoog en abonneer. Want dan heb je bijna iedere dag Nintendo video's op dit kanaal. Arven zegt, onze held is er eindelijk. Clavel zegt, kom er gezellig bij. Master Rikachu, zo dan. Zo, wordt gewoon meester genoemd. Penny is bang dat ze tot de orde geroepen wordt, dat ze een probleem heeft. Maar Clavel zegt, nee joh, ik ben helemaal niet boos. Ik wil het gewoon even hebben over jullie resultaten voor dit jaar's Treasure Hunt. Je hebt de tijdmachine afgesloten. Er komen geen eeuwenoude Pokémon meer hier naartoe. Jullie hebben het supergoed gedaan en ik ben trots. Alleen, jullie mochten daar helemaal niet naartoe. Dat was verboden gebied. Nemona zegt, ja, daar heb je een punt. Maar ja, we wilden gewoon Paldea beschermen. Clavel, die heeft nog een cadeautje voor mij. Die begint opeens heel ergens anders over. Oké. Al mijn vrienden, die hebben er al een gekregen. En ik ook een masterbal. Ja, als we nu shiny vinden, kunnen we gewoon in een masterbal gooien. En Arven wordt nog gecondoleerd met het verlies van zijn moeder. Ja, het is best wel heftig eigenlijk, man. Maar Arven zegt, ja, ik voel me wel een soort van opgelucht of zo. Nu ik weet wat er aan de hand is. En in de grote krater heb ik van alles en nog wat geleerd over mijn moeder. En nu is het tijd om door te gaan met mijn leven. Maar we hebben dus een nieuwe kampioen. En heel Paldea moet dat weten. Nemona zegt, ik weet hoe we dat gaan vieren. We moeten nog een Pokémon Battle Contest houden. En Arven zegt, oh, alweer. En Clavel, die staat er zo bij van, een Pokémon Battle Contest. Dat is nog eens een goed idee. Hé, hey, er komt iemand binnen. Hallo. Kon je niet even kloppen? Oh, het is Gita. Hallo. De Pokémon League wil wel helpen bij zo'n toernooi te organiseren. Nou, wat leuk joh. Wat toevallig ook dat je precies nu binnenloopt. Maar niet alleen de jonge mensen mogen meedoen. Iedereen moet meedoen. De studenten en staf gaan allebei voor de titel van de sterkste trainer op de academie. Nemona vindt het helemaal leuk. Die zegt, ah, we gaan tegen leraren battelen. Wat vet. Gita, die gaat niet meedoen. Die zegt, ja, nee, ik heb een te druk schema. Helaas. Of misschien toch wel als ik Gita wil helpen. Ja, prima. Wat gaan we doen dan, Gita? We moeten naar Paldea, naar de verschillende gyms. En we moeten erop gaan letten of zij hun taken allemaal uitvoeren. Of dat ze misschien geen zin meer hebben. Oké. Dus we moeten nu opnieuw gaan battelen tegen alle gymleaders. Nou, oké. Ze zullen mij verwachten bij de gyms. Dus ik verwacht dat ze op volle sterkte zijn. En daardoor zal het een grotere challenge voor jou worden. Oké. En Gita die zegt, nou, maar er is nog iets belangrijks. Ik ga het met Penny hebben over hoe we ons leak point system kunnen verbeteren. Zodat hij niet nog een keer gehackt wordt. Penny zegt, ja, maar ik wilde gewoon anime kijken. Oh, dat is een leuke vraag van de dag. Wat is jouw favoriete anime naast Pokémon? Ik denk dat ik zou zeggen Dragon Ball Z. Dat heb ik vroeger zoveel gekeken. En Gita die zegt gewoon, nou goed, dankjewel dat je me wil helpen. Penny heeft niet echt een keuze zo te zien. Nou oké, doei. Nemona zegt, dit is awesome. Je gaat gewoon de gyms even opnieuw uitdagen en testen. Ik zal al het administratieve werk wel doen. Nou, dat is goed. En Arven, wat ga jij doen, vriend? Oh, ik heb geen idee. Oh, ik zie hier allemaal Pokéballs. Zal ik een Pokéball meenemen? Nee, we gaan geen Pokémon stelen. Dat doen we niet. Ik ben wel benieuwd of ze nou gewoon nieuwe Pokémon hebben ook. Of ze echt wat sterker zijn. Oh, ik ga trouwens even naar de Deliberate winkel. Even kijken of ik ook goede items kan vinden voor mijn Pokémon nu. Ik heb de game uitgespeeld en ik ga nu pas items kopen. Supergoed idee. Eens even concluden. Iets voor grastypes, vuurtypes, watertypes, die heb ik al. Normal types, flying type moves, bug type moves, physical moves. Rocky helmet is altijd nice. Ja, ik ga een Rocky helmet kopen voor Klotsaier. En ik ga denk ik de Sharp B kopen. Die koop ik voor de Kylo Watrell, zo heette die. En misschien de Muscle Band voor Annihilate. Rocky helmet. De Sharp B voor Kylo Watrell. En de Muscle Band voor Annihilate. Yo, we gaan gewoon het eerst naar Kaskaraffa. Ik vond deze gymleader vet leuk. Hallo, daar kom ik aangevlogen. Ik ben van de inspectie. Even kijken of jullie je werk nog goed doen hier. Het is wel druk hier, joh. Hey! Hallo, gozer. Hallo, Kofu. Die zegt, hey, welkom in de Kaskaraffa gym. Dude, wij kennen elkaar. Ja, Kofu die zegt, ja, ik verwacht eigenlijk iemand anders. Ja, je verwachtte Gita, hè? Hij zegt, het voelt echt nog als gisteren toen jij je badge hier kwam ophalen. En kijk nu, je bent gewoon de champion. Je bent net als een vis die opeens helemaal evolueert. Bedoel je Magikarp naar Gyarados? Ik vat het op als een compliment, oké? Let's go, Kofu! Ben je klaar om deze oude man te battelen? Ja, man. Let's go. Ik vind jouw wenkbrauw... Heb jij een dubbele wenkbrauw? Wat heb je eigenlijk op je voorhoofd? Ik zie het nu pas. Je hebt zo'n hele lange witte wenkbrauw... en daarboven heb je nog een Batman wenkbrauw. What's up met zijn wenkbrauw? Daar gaan we!
Goeie genade, ik ontmoet allerlei gekke mensen hier bij mijn baan als gymleader. Mensen zo rustig als een meertje of zo wild als een waterval. Rivieren vloeien over in oceanen. Het water klimt omhoog en worden wolken met regen. Ik ben Khufu. Ik ben net zo veranderlijk als het weer. Laten we deze challenge gaan doen. Oké, Khufu. Let's go. Met je Batman wenkbrauw. Veluza is de eerste. Kylo Atras natuurlijk mijn eerste. Goede ingrediënten hebben geen kruiden nodig. Wees klaar voor de goede rauwe Khufu. Oké, level 65? Ik level 67. Ik ben sneller met mijn discharge. Oeh, en Veluza overleeft het gewoon. Is wel paralyzed. Hopelijk is die fully paralyzed. Lekker man. Ah, nu heb ik geluk. In deze video heb ik geluk. De vorige battle had ik echt helemaal geen geluk. Maar in deze battle wel. Waarom is hier een zandstorm? Heeft hij dat gedaan? Veluza gaat dood door de zandstorm. Ik ben ook geraakt door de zandstorm. Dit is weird. Polypery. Zal ik gewoon terrestrializen? Oh, Polypery laat het regenen. Of nog niet? Nee, toch niet. Come on, Kylo Atrel. Terrestrialize. Maar terrestrialize ik nou in een flying type? Ja. Oké, maakt niet uit. Ik doe alsnog discharge. 4 keer super effective. Polypery is voltooid verleden tijd. Hatsaflats. Doe het nu tegen Klauwitzer. Ja, die heeft inderdaad een hele grote klauw. En een hele kleine klauw. Ik vind dat ziet er wel een beetje gek uit, man. Deze Pokémon. Oh, die overleeft het ook. Maar hij is ook paralyzed. Ben je dan ook fully paralyzed nu? Nee, hij gebruikt wel Water Pulse. Waarom doet dit zo pijn? Doe eens eventjes normaal. Laat mijn Kylo Atros even met rust, Klauwitzer. Niet oké. Ah, hij is weg. Oké, doei. Nu Wugtrio. Ik ga ervoor dat ik Wugtrio in één keer sloop. Die is niet ground type, toch? Nee, die is gewoon water type, toch? Ja, lekker. Oké, discharge. Ja, die is wel in één keer neer. Honse flons. Baba, Wugtrio. Oké, ik ga nu wel wisselen, denk ik. Ik moet tegen Crabbeau Minabel. Oh, maar die is ijs. Maar die terrorize naar waarschijnlijk naar water. Ik ga King Ambit even proberen. Let's go. Daar is die jongen. Onze krab. Een Crabbeau Minazel terrorize and think outside the crab trap, I say. Oké, man. Oké, Khufu. Dat is wel slim. Want mijn steel type move is dan niet meer super effective. Kijk maar. Ik weet wel, vorige keer had ik volgens mij ook moeite met deze Crabbeau Minabel. Ik denk dat hij me weer moeilijk gaat maken, hoor. Kijk, zie je? Zelfs not very effective. Maar ik heb hem wel flinched. Dan ga ik nou voor Katao Cleave. Katao Cleave. Beam. Oh nee, geen close com. Gewoon ook in één keer, hè? Waarom in één keer gelijk? Waarom gelijk zo lullig? Waarom niet, hou ik nog niet een klein beetje HP over? Waarom moet je me gelijk in één keer kapot maken? Ja, doe maar stoer, doe maar stoer. Ik ga je koekje voor eigen deeg geven, vriend. Jij close combat, ik close combat. Hoppakee, maak je met je eigen move dan wel kapot. Als het dan zo moet, dan doen we het gewoon op die manier, Khufu. Beetje stoer lopen doen tegen mij. Ja, hij deed weer de beruchte shake. Quaffle is echt een beetje gekke Pokémon. Ik ga elke keer stuk op die Pokémon. Oh, waarom evolueert Quaxly in Quaquaffle? Het is zo raar. Khufu is echt, die zette me echt onder druk. Maar ik had niks anders moeten verwachten van iemand die gestuurd is door La Primera. Oh, door jou ben ik weer volledig gemotiveerd om nog beter mijn best te doen. Zeg maar tegen mevrouw Gita dat die hele oude Khufu flowing en crashing is. Meer dan ooit. Vergeet het niet daar te vertellen. En tot de volgende keer. Doei. Ik had kunnen weten natuurlijk dat Crabbeau Minabel een fighting move had. Die evolueert uit Crabrawler. Ik weet niet. Soms denk ik gewoon niet na. Dan denk ik er gewoon veel te makkelijk over. Zou dat komen omdat Pokémon games de laatste tijd veel makkelijker zijn geworden? Dat je automatisch ook makkelijker gaat denken en zo. Ik denk echt dat het daardoor komt. Of ik heb gewoon te weinig geslapen. Dat kan ook. Oh, nu dat we de Pokémon kampioen zijn, dan kunnen we ook de judge functie gebruiken. Dan kan je nog beter zien of je Pokémon eigenlijk een beetje goed zijn. Als ik nu op start druk, dan zie je dat mijn Kylo Atrel oké stats heb. Dat is niet super goed. Annihilate heeft ook oké stats. Quaquaville iets beter. Good stats. Clotsire heeft ook de good stats. Zijn Titan ook de good stats. Oh, en King Emmet heeft zelfs de great stats. Dus dat gaat de goede kant op. Oké, zullen we er nog één doen? Let's go. We gaan naar Larry. De vorige keer dat ik tegen Larry moest, heeft Tauros eigenlijk mijn team gecarried. Die heeft toen bijna heel die gym verslagen. Maar Tauros zit nu niet meer in het team. Is Larry nu gewoon ergens anders gaan staan? Waar ben je? Is dit... Oh, dit is jouw gym. Oh, oké. De vorige keer hebben we niet eens in jouw gym gebatteld. Toen gingen we naar het restaurant. Ik moet nu gewoon voor de derde keer tegen deze man, hè. Heb je nou weer ander type Pokémon bij je? Of... Hij zegt, ik heb een meeting met de baas. Maar er is iemand anders langsgekomen blijkbaar. Ja, hallo, ik ben er. Dit is echt iets voor Gita. Ik begrijp het. Nou, dan gaan we battelen. La Primera is mijn baas. Dus ik moet gewoon doen wat zij zegt. Maar...
Stuurt ze nu studenten? Hey, ik ben de kampioen, jongen. Besef wel even tegen wie je praat, Larry. Geen tijd te verspillen. Ik vind Larry zo grappig. Dat hij gewoon zo'n normale guy is. Dus is hij de normal type gym leader. Heel vet. Oh, oké, we gaan wel weer hier. Oké, let's go. Je hebt me al gebattled tijdens de elite test. Dus ik twijfel of je nog onder de indruk raakt van mij. Zullen we maar gewoon beginnen? Is goed, Larry. Hij gaat weer zijn normale team gebruiken, zegt hij. De normal type gym. Dus normaal, gewoon, gemiddeld, niet bijzonder. Wat? Oh, maar hij is wel heel erg op zich gesteld, zegt hij. Ze passen perfect bij Larry. Ik ben zo gewoon als je het maar kan krijgen. Wat een held. Mensen, Pokémon, er is geen reden om dingen moeilijker te maken dan dat ze zijn. Iedereen wil altijd maar de ander shockeren met iets raars, iets bizars. Maar aan het eind van de dag is er niks fijners dan gewoon thuiskomen. Zelfs na een vakantie. Hij heeft wel een goed punt, hoor. Ik vind wel een beetje dat je gelijk hebt. Iedereen wil tegenwoordig maar living on the edge en het maximale eruit halen. Maar soms is het ook gewoon lekker om heel normaal te zijn. Niet veel na te denken. En inderdaad, gewoon lekker thuis te komen na een werkdag. Oké, daar gaan we. Ook weer close combat tegen Oinkaloin. Ja, die houdt het alweer voor gezien. Daar is het alweer klaar mee. Doet een stapje terug. Hoppakee, twee Pokémon een level omhoog. Nu tegen Braviary. Oh, daar ga ik wisselen. Kylo het trelletje. Daar gaan we tegen Braviary. Twee vogels tegen elkaar. Alleen ik heb de elektrische moves. Dus ze lopen hem niet eens in één keer. Oh, maar hij heeft een steen moves. Oké. Lekker, man. We zijn aan elkaar gewaagd. Mijn speed is naar beneden. Dus ik zou zomaar nu kunnen verliezen als Braviary snel is. Maar dat is hij gelukkig niet. Gooi een move, Larry. Lekker bezig. Jij snapt het spelletje. Heel goed gedaan. Ik ga een level omhoog. Moet nu tegen de Dunsparce. Dunsparce. Ik ga voor mijn danser. Mijn dansende kipkalkoen dier. Mijn twerkvogel. Mijn close combat professionalist. Ik kan gewoon niet naar die kont kijken en niet lachen. Het is toch niet te doen? Kijk hem nou. Waarom doe je dat altijd? Weet je wat? Je mag ook Komala nog gaan verslaan. Komala is zo'n schattige Pokémon. Waarom heeft Komala nooit een vette evolutie gekregen? Hij is zo leuk. Een leuke koalaatje. Maar het is een beetje useless. Maar ja, ik vind in generatie 10 dat Komala gewoon een evolutie moet krijgen. Wat ze vlot. Nu tegen Staraptor. Ja, ik denk dat ik gewoon een Eyelape kan gebruiken. Toch? Dat moet gewoon lukken, denk ik. Want hij gaat hem terrestrializen. Ik ga niet terrestrializen, want daar kan ik alleen maar een probleem mee krijgen. Gaan dingen weer super effective worden en zo? Flying type moves? Ja, dat is nu waarschijnlijk ook. Nou ja, oké. Nevermind. We gaan het wel zien wat er gaat gebeuren. Staraptor is in ieder geval een hele goede Pokémon. Dus Larry, let's go. Laat me maar zien wat je hebt met je Staraptor. Daar is die weer. Ja, dit dacht ik al. Brave Bird. En dan ben ik gewoon dood, hè. Dit was eigenlijk was het al een beetje ingecalculeerd. Kan ik dan nu wel Steel type gebruiken? Heb jij nou geen super effective moves tegen mij? Mag King Ambit ook gewoon weer close combat? Deze Staraptor is ongelooflijk. Waarom? Heeft hij ook gewoon een fighting type move? Daar gaat King Ambit weer. Weet je, zoek het uit. Ik ga lekker voor Mr. Titan. Sea Titan. Zo moet ik hem noemen. Staraptor is ongetwijfeld sneller. Komt hij met zijn close combat, dat dacht ik al. Dus ik heb nu een move gebruikt die twee keer zo sterk is op het moment dat ik al geraakt was. Deze move gaat 120 damage doen en sloopt de Raptor. Ik bedoel, jij kent Pokémon tactiek, Larry. Maar ik ken ook Pokémon tactiek, hè. Ik ga je dan maar gewoon op deze manier slopen. Potverdorie! Lekker gedaan, Sea Titan. Ik heb je voor de derde keer verslagen, vriend. Jij bent bovengemiddeld. Ik kan je niet aan, zeg Larry. Maar ik begrijp het wel. Waarom mij verteld was dat ik Flying type moves moest gebruiken toen ik battelde voor de Elite Four. Oh, waarom dan? Soms moet ik talent herkennen van andere mensen. Snap nog steeds niet, maar maakt niet uit. Anyway, dat was hem weer. In de volgende video gaan we nog een aantal gymleaders uitdagen. Dus als je dat wil zien, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Reageer even op de vraag van de dag. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!